Hallo allemaal, het is een winterse dag hier in Capelle aan de IJssel, net zoals waarschijnlijk in het hele land momenteel, maar vooral hier is er al heel wat gevallen. En ik ben op weg naar mijn kleindochter, dus ik zou zeggen loop even een stukje mee. Ik ben op weg naar mijn kleindochter dus, en mijn kleinzoon uiteraard, en mijn dochter, mijn schoonzoon. En er ligt een aardig dik pak. En het is nu even droog, maar zoals je ziet, een hele donkere lucht komt er weer aan. Dus we hebben nog niet alles gehad. Ik heb een kapje om. En ik ga laten zien, ik heb speciale dingen onder mijn schoenen tegen het uitglijden. Ik heb speciale ijzers onder mijn schoenen gepakt, zodat ik in het gladde gedeelte niet uitglijdt. Het loopt wat moeizaam in die sneeuw, maar het lukt wel. Ik heb niet het idee dat ik uitglijd. Het is niet extreem koud. Het is wel fris, maar het is niet extreem koud. Ja, de kou is er een beetje uit, denk ik. Met dit, als ik gesneeuwd heb. Een beetje vruchteloze poging om de boel schoon te krijgen hier, denk ik. Een beetje babbelen is ook wel leuk natuurlijk. Blijft toch zondag. En die ene die hebben het ook niet naar de zin. Nou, er is ook een gezellige ruzie gaan weer. Nou, de Herman dat is er ook bij, dus het zal wel opgelost worden. Dat wel weer mijn zuster af. Echt mooi. We gaan verder, want het gaat harder sneeuwen. Het is inmiddels een wat weer barstiger geworden. Een dikke sneeuw aan het vallen. Ja, dat is de ideale voor mijn voorbeeld, mijn slee. Het gaat nu steeds harder sneeuwen. Maar toch zijn er ook genoeg mensen op de been. De honden moeten uitgelaten worden. Nou, tot zover de impressie van een sneeuwrijk Capelle. Ik zou zeggen, iedereen weer de groet uit Capelle aan de IJssel. Hij is een wit Capelle aan de IJssel en tot de volgende keer. Oh yeah.